Welkom bij een nieuwe aflevering van Kook TV Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek. En ik heb er heel veel zin in vandaag. Hoe zit het met jou, Niek? Nou ja, ik ook, want het is heel mooi weer. Maar wat me extra zin laat hebben in deze dag, betreft hetgeen wat we gaan doen. Ik ga nog niet zeggen wat we gaan doen, maar ik ga wel vertellen wie we vandaag gaan verrassen. Dat is namelijk... Geen idee, jij weet het. Jorik! Jorik is 19 jaar, houdt van allerlei verschillende dingen, maar vooral van vogels. En om precies te zijn, de harlekijnkanarie. Geen idee wat het is, maar hij kan het ons vast vertellen, want hij heeft namelijk zelf zo'n vogel. We zijn nu in het dorpje Erika. Nog nooit van gehoord, zoek het op. Mooi plaatsje. Het is 8:30, we gaan hem zo meteen uit zijn bed trekken. Als hij nog slaapt, in ieder geval. Inderdaad. We staan voor zijn huis. Het is warm in deze auto. Kom, Nick. We gaan. Ja, het wordt een spannende dag. We staan nu vlak bij het huis van Jorik. Is hij al wakker, denk je? Ja, ik heb net gebeld met zijn vader en hij zit beneden. Dus ik denk dat we gewoon moeten aanbellen. Ik heb afgesproken dat hij opent. Ja, kom hè. Hey, wat is dit, Jorik? Hey, Jorik! Hoe is het? Hey man, ik ben Niek van Kook TV Coolbox. Hoi. Kom erbij. Ik ben Tim. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ja, prima. Ben je wat aan het doen vandaag? Ik was van plan naar Brabant toe te gaan. Maar... Brabant, wat daar dan? Ja, ik moest gewoon mijn tante voor haar bedrijf moest worden ophalen. Oh, dat klinkt... een beetje leuk. Maar wij hebben een veel leukere dag voor jou. Als je mee wil, mogen we eens even naar binnen. Ja? Jorik, het zit als volgt. Wij hebben een hele mooie dag voor jou gepland. Het is alleen wel zo dat we jou nog eventjes moeten testen of jij het wel waard bent om vandaag met ons mee te gaan. Dus, we hebben iets voorbereid. Hele kleine quiz. Als je het thema kan raden, dan mag je mee. Dan zijn we de hele dag onderweg. En nou, echt spannende dingen staan op je te wachten. Ja? Ja. Deze dag, die gaat natuurlijk over vogels. Dus we hebben vogelzaad ergens. Wat ga je daarmee doen? Gaat hij proeven. Ik kon geen vogelpoep vinden, dus ik heb nep yoghurt van sojabonen. Vogelpoep toch? Verse vogelpoep. Ga je proeven, voelen. De kleur geel. Dat houdt namelijk van kanaries. Dit is de domste quiz die ik ooit heb gezien. Het slaat helemaal nergens op. Wij hebben 3 hints voor jou om het thema van vandaag te raden. Na die 3 hints, dan mag je raden wat het thema is. We beginnen met voelen. Het is een beetje vies, stop het vooral niet in je mond. Zo. Heb je gevoeld? Ja hoor. Dan gaan we nu naar het element proeven. Ja? Stop het in je mond. Oké, 2 hints gehad, nog 1 te gaan. Dat is namelijk een kleur. De kleur is... geel. Zeg je van, geef mij die bonustip ook maar. Ja, ik ben wel benieuwd. Blijf nog even zo zitten. Ja, is goed. Bonus hint, kom maar binnen. Ja. Wat dacht je wat het was? Ik dacht iets met vogels, omdat die vogel vroeg was. Iets met vogels? Iets met vogels, inderdaad. Kan van alles betekenen. We gaan je nog niet vertellen. We gaan verschillende dingen doen, maar het gaat vet worden. Maar de belangrijkste vraag is misschien wel, wil je met ons mee vandaag, Jorik? Zeker. Ja? Hey! In de auto onderweg naar een locatie die nog steeds een verrassing is. Ja. Ik heb er een beetje zin in. Ik heb er heel veel zin in. Hey Jorik, wat is nou hetgeen aan vogels wat jij zo interessant en leuk vindt? Ja, ik ben daar eigenlijk mee opgegroeid. En wat vind je dan zo leuk? Ja, gewoon dat het beweegt en het fladdert in je tuin en het geluid wat ze maken. En jullie kweken ze ook zelf? Ja. En wat houdt dat in? Nou ja, je gaat zelf kiezen welke bij elkaar horen. Doe je op kleur en lengte en daaruit hoor je dan goede vogels te kweken voor het nieuwe seizoen. En jij houdt ook van voetbal. Ga je vaak naar wedstrijden? Regelmatig. We proberen elk seizoen wel een paar wedstrijdjes mee te pakken. Voetbal jij zelf ook? Ja, zeker. Bij SC Erika. Verdediger, aanvaller? Aanvaller. Links, rechts. Ja, overal. Hey, heb je al enig idee waar we naartoe gaan als je om je heen kijkt? Nee, ik heb echt geen idee. Hou we zo. We zien het zo. En we zijn aangekomen op de volgende locatie, namelijk bij Volkerij Ruud Sanders. Je weet inmiddels wat we gaan doen. Ongeveer, toch? Ja, ongeveer. Wat vind je ervan? Ja, heel erg leuk. Ik ben benieuwd. Heb je wel eens een roofvogel in het echt gezien? Ja, wel gezien. Maar nooit aangeraakt, vastgehouden? Nee, dat nog niet. Nou, gelukkig hebben we Ruud hier, want Ruud is de baas hier. Wat gaan we doen hier vandaag? We gaan een kleine roofvogeldemonstratie geven. Een paar vogeltjes laten vliegen. Een paar vogeltjes? Vogeltjes. Ja, hij heeft vogeltjes, hij heeft kanaries. Dit gaat toch wel even iets anders worden. Spannend. Wat denk jij dat hieruit komt? Ik denk wel een grote vogel. Hey Jorik, wat denk je dat deze vogel met jouw kanarie zou doen als hij die even bij de kooi zou zetten? Ik denk niet dat het kanarietje het overleeft. Nee. Wat eet zo'n beest normaal? Konijn, muizen, ratten. Heel konijn eet hij op? Nee, hij eet hem niet helemaal op. Nee, maar hij vangt wel gewoon een konijn. Ja, ze pakken wel een konijn. Dit is een van de weinige soorten die in groepen jagen. Oh. Wij noemen het ook wel de wolven van de lucht. En omdat ze zo goed samenwerken, want er gaan er altijd een stuk of 4 op de uitkijk. En de rest van de groep die probeert de prooi uit de dekking te krijgen, komen die uitkijkposten in actie. Oh, dat zijn eigenlijk de echte jagers. En heeft hij ook een naam? Turbo. Oh, Turbo. Ja. Oh, klauwen, jongen. Dat is echt niet goed. Ja, hè? Ja. Is wel iets anders dan een kanarie, hè? Dat is wel zeker wat anders, ja.
donkere ogen. Oh. En men zegt uilen met donkere ogen dat die alleen in het donker jagen. Maar ook een kerkuiltje kan overdag jagen. Hij mag natuurlijk geen lawaai maken met het vliegen. Hij jaagt s'nachts, maar hij jaagt op geluid. Hoor. Hoort ongeveer 7, 8 keer beter dan ons. Moet je voelen. Wauw, dit is zacht. Wow, hij heeft eigenlijk maar een heel dun koppie. Ja, maar het stelt niks voor. Als de veren weg zijn, dan blijft er niks over. Wel een kale vogel. Dat klopt dan. Zonder veren is het een kale vogel. Dat klopt wel. Zo. Weer wat geleerd vandaag. Dit is een Siberische oeh. Dit is een mannetje. Mannetje is een stuk kleiner dan een vrouwtje. Bij de roofvogels zijn de dames ook de baas. Jorik, wat vind je van dit beest? Ja, ik vind hem echt heel indrukwekkend. Ja, hè? Ja, ik wil, die vogel die mag alleen maar de roze bekertjes omdraaien. En dan zeggen ze kunnen geen kleuren zien. Maar ja, deze zie je toch. Onder de roze leg ik natuurlijk elke keer een beloning. Zo, wat is dit dan? Dit is een kuifkarakare. Ja, is eigenlijk niet zo'n hele echte roofvogel. Dat is meer een aaseter. Ze kunnen wel jagen, hoor. Maar dit doen ze in de natuur ook, hè. Onder bladeren, onder steen, onder stukjes rots. Maar je kunt het ook aan de houding zien. Aan de kop toch iets anders als een buizerd of een uil. Ja. Dan ga ik even de valk laten zien. Waarom heeft deze valk zo'n mooi petje op? Dat is een huifje. Dat is om het zicht weg te nemen. Dan ziet hij niks. Dan blijft hij rustig. Daar! Dikke later. Holy gast. Zo, wat een beestje hoor. Hij is echt indrukwekkend hoor. Jij? Ja, van dichtbij is dat echt super gaaf. 4,5 kilo? Ja, hij is zwaar op het moment. Ik durf het echt niet hoor. Nee? Nee, sorry. Echt, deze sla ik even over. Jorik, we hebben net met Ruud, dankjewel, echt de prachtigste beest op onze arm gehad. Wat vond je ervan, Jorik? Ja, echt super vet. Ja? Ja, echt heel leuk. Nou, dit was dus locatie 1 van de dag. Maar Tim, we hebben nog iets op de planning, toch? Uiteraard. Maar voordat we daar naartoe gaan, willen we eigenlijk nog een dingetje doen. Dus loop even met ons mee. Ruud, bedankt. Ja, graag gedaan, jongens. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Dat was echt superleuk. En dan, goeie, fijne dag verder. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Gaan wij nog even aan de slag. Even knutselen gaan we. Ja, want Jorik, dit is niet zomaar een dag. Deze dag staat in het teken van de vogels. En ja, ik weet niet hoeveel kooien jij hebt, maar... Wij dachten, jij hebt een VIP-vogelkooi nodig voor topkanaries die je hebt. En bij de volgende locatie hebben we een opdracht voor je. En als je dat goed uitvoert, dan kan je hem winnen. Tim, aan de slag. Wat is dit? Het is een vogeltje. Een beetje van dit. Ja, prachtig. Kijk. Zo, iedereen. Heb jij nog wel eens jarige kanaries? Ja, zeker. Nou, top. Hartstikke goed. Ik vind hem mooi geworden, ben jij? Ja, ik vind hem echt super mooi. Wil jij deze kooi graag winnen? Ja, ook super graag. Dat kan. Ik denk dat de harlekijnkanaries hem ook wel willen winnen. Potverdikke me. Ik denk het ook wel. Nou, we gaan snel naar de volgende locatie, want daar kan jij deze kooi winnen. Als jij een hele speciale opdracht uitvoert. Dat ga ik doen. Yeah! Wow! En dan zijn we beland bij de grande finale. Kijk even om je heen. Waar zijn we? Ja, lijkt wel op een vliegveldje, hè? Dag Rinus, dit is Jorik. Rinus, we hebben gehoord dat wij vandaag met jou mee mogen vliegen. Ja. Wil een vogel-experience meemaken? Dan zetten we de motor even uit en dan weet je dus wat het voelt. Oké, jongens. Jorik, wat vinden jullie van? Ja, echt super vet. Durf je het aan? Ja, ik durf het aan. Ja? Oeh, durf jij het niet? Ja, ik vind het doodeng, maar ja, ik ga het wel doen, absoluut. Jij? Ik wil niet, maar ik... Ga wel, denk ik. Maar we hebben nog een dingetje. Ja, want jij kan nog iets heel moois winnen. Ik heb een walkie-talkie gekregen van Rinus. Die krijg jij mee. Ja. Hebben wij daar ook een? Straks gaat die motor uit. Ja. Als jij dan even schreeuwt, Coke TV is de best! Hey! Dan horen wij dat. En dan ga jij met een mooie prijs naar huis. Dat ga ik zeker even doen. Ga jij als eerst? Ja, is goed. Oké, lekker. Let hem op, ouwe. Dat gaan we doen. Hoppa. Heel goed. Ground floor, Coke TV voor Jorik. Over. Ja, ik hoor jullie. Over. Helemaal goed. Dit gaat goed komen. Kom op! Oh. Gaat ie, Jorik! Ik wil ook een dikke duikvlucht doen zo. Deed hij wel eens eentje ja, straks. Dan hoop ik dat hij het niet meer mee gaat doen, nee. Jorik, je hangt op de kop, man. Dit gaat helemaal niet goed. Het gaat super goed. Het gaat super goed. Jongens, als jullie beneden zitten, ik wil jullie nog één ding vertellen. Op de 40
ouwe. Oh mijn god. Wow! Yeah! Hoe was dat? Ja, dit was echt super vet. Ja? Kon je het een beetje uithouden daarboven? Ja, dat is echt lekker daarboven. Ja? Ja, dat is echt super vet. Voelde jij een beetje een vogel daarboven? Ja, dat zeker. Ja? Nou, daar ging het allemaal om, hè? Wat vet, hè? Hey Tim, ik zou zeggen, het is jouw beurt. Fly like a bird. Wauw, ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik vind het aan de ene kant heel spannend, maar ik heb er ook heel veel zin in wel. Ik ga ervoor, jongens. Oh jee, daar gaat hij weer. Hey Tim, zet hem op, hè? Achtbaan ooit, joh. Trill helemaal. Die eerste duikvlucht, ik kreeg ook geen waarschuwing of zo. We gingen gewoon ineens. Ik dacht echt dat iets fout ging of zo. Jongens, voor iedereen die dit een keer in zijn leven kan doen, do it. Dit is echt, echt geweldig. Niet normaal. Oh. Ja, wat was dit vet? Gedaan. Heb jij een beetje een mooie dag gehad, Jorik? Ik heb echt een super dag gehad. Ja? Heb je een beetje een super vogel gevoeld? Ja, echt een super vogel. Oké, mooi. Nou ja, dan krijg je ook nog zo'n mooie kooi mee naar huis. Dat ja, kan niet op, hè? Die heb je echt verdiend, omdat je een speciale opdracht hebt uitgevoerd boven in dat vliegtuig op 500 meter hoogte. Ik vond het ook super gezellig. Vandaag een hele toffe dag. Hopelijk vonden jullie het ook een toffe video. Zo ja, laat het natuurlijk even weten in de comments. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je op KookTV en zet je notificaties aan, want dan weet je zeker dat je geen enkele video meer mist. En wil je nou ook een vogel zijn? Of misschien een tijger of een beer of een leeuw? Of heb je een wens of een hobby of iets wat je wilt doen? Laat het ons weten in de comments en misschien halen we jou dan wel net als Jorik op. Dan gaan we gewoon iets gruwelijks doen. Even uitrusten hier, we zijn klaar. Dikke later, jongens. Hey.